Goedemorgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is zondag 17 maart. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is vandaag een jaar geleden dat Raymond weer thuis kwam wonen. Ja joh, woont ze weer een jaar thuis, hè? Jeetje. Nou, een jaar geleden zaten we dik in de verhuizing. Nu gelukkig niet. Dus Vincent en ik hebben gisteren even taartmix meegenomen. Weet er helemaal niks van. Ze gaan vandaag naar opa's verjaardag. Dus dat kan ik ondertussen mooi die taart maken als zij weg zijn. Ik heb weer iets uitgehaald. Ik haal meer uit dan dat ik maak, geloof ik. Ik ben met mijn eigen patroon ook bezig. Maar nee, het was niet zoals ik het had gehoopt. Dus ik moet even opnieuw. En even kijken of ik het anders kan doen. Oh, en ondertussen is het ook alweer middag. Want de tijd gaat zo snel. Vanmorgen mijn bloem afgemaakt waar ik mee aan het haken was. Oh. Dan denk ik, zal ik hem straks nog wel even laten zien. Maar ik ben nu even buiten. Want ik wil binnenkort wat worteltjes en wat sla uitzaaien. Ja, dat moet buiten. Want die voorzaaien dat vind ik niet zo handig. Dus ik dacht, ik maak even een klein broeikastje van mijn glasplaten. Ik zal het even een beetje opwarmen eronder en dan kan ik het daar zaaien. Dus dan zat ik even, welk bed ga ik daarvoor gebruiken? Dus ik denk die. Oh, en ik had daar in de hoek, daar. Daar had ik shallotjes geplant. Vrijdag, geloof ik. Ja, vrijdag. Ja. Oh, leuk joh. Weer bezig in de tuin. Zo. Hier dus, denk ik. Oh, even een beetje rotzooi. Dat wordt er niet. Nee, ben ik. Moet buiten spelen, hè. Niet allemaal tegelijk, denk ik. Dat is een beetje zwaar. Ja. Voorzichtig. Oh, dit is wel goed, denk ik. Ik wil echt even wat verder erin hebben. Ja. Even kijken. Oh, ik kan beter die kleine pakken, denk ik. Korter. Oh, zo kort is die ook alweer niet. Even kijken, dat gaat zo. Misschien moet ik het wel even schoonmaken. Oh, hier moet ik nog even eentje langs doen. Anders gaat het er langs tochten. Zo. Ik kan het mooi even een beetje warm worden eronder. Een goed idee. Even kijken. Zo, nou, moet er nog wel even in. En dan kan het een beetje gaan opwarmen. Dat is een goed idee. Oh, ik heb nog een kruidje zo. Okay. Kraak dat. Nou, zo, denk ik. Een mini-kastje. Nou, laat ik eerst een paar dagen even zo zitten, dat het een beetje op kan warmen. En dan kunnen we worteltjes en de sla erin. Ik was gisteren trouwens ook nog even in de tuin bezig geweest. Strompel over, ben dit zijn touwtje. Maar ik ben niet. En ik heb langs de rand van de groentetuin, oude groentetuin, wat bloementuin moet worden. Daar had ik vrouwenmantel staan. En ik had nog zo'n rekje. Daar had ik wat bloemen aan laten groeien vorig jaar. En die had ik er eigenlijk neergezet voor de vogeltjes. Maar ja.
Die is dus weg nu. Hier stond die. Die heb ik weggehaald. Door de bloemetjes er even uit. Stoepje weer een beetje grasvrij gemaakt. Ja. Dat is mooi. En nou hou ik eigenlijk nog even. Oh, ben dit. Ga niet in de knop. Waar is de garage die hier aan doen? Even al het troepje eruit. Volgens mij staat er niet echt weer plantjes. Dus dat is mooi. Hoewel. Ik zie dus. Hier. Staat nog een goudsbloem. Ja, daar laat ik die mooi staan. Ik heb het idee dat dit ook nog een plantje is. Laat die ook staan. Dan haal ik de rest van de rommel er wel even uit. Oh, het is een lange, hè? Jeetje. Het is een lange Oceanische kerst geweest. Oeh, een prikding. Het stuk is klaar. En er komen ook al plantjes op. Zeg, ik heb de plantjes die er stonden zichzelf uitgezaaid. Ik laat ze eerst maar even staan. Het is maandag, dinsdag. Ja, dinsdag hoor je. 19 maart. Leuk dat egeltje in de tuin zit. Ja, leuk. Ik wist al dat er egeltjes zaten, want ik vind regelmatig egelpoepjes. Maar nu ze keer eens zien, is ook wel leuk. Nou, is mijn rondje maar eens even weer lopen. Och, gisteravond werd het mistig. Rimmel had gitaarles, hij komt terug en zei, op sommige plekken is het hartstikke mistig. Maar het is eigenlijk allemaal weer weg. Het is nog steeds wel grijs. Maar niet meer mistig, dus dat is wel fijn. Nou, ik denk dat ik toch mijn patroon maar weer ga uithalen. En iets anders ga maken. Ik heb al iets bedacht. Ik moet alleen nog even uittesten of het werkt. Ik denk wel vaker dingen. Zo. Hier ben ik, ben jij er ook weer. Nou. Ik baal er wel van hoor, dat ik hem weer uit moet halen. Maar ja, het moet wel goed. En als ik er zelf niet blij van word. Nee, dan moet ik dat niet doen. Ik wil ook binnenkort eens even naar een buurdorp. Daar zit een handwerkwinkel. En toch eens kijken of ik katoen kan vinden om dat ene patroon te maken. Dat pauwenkleed. Ik kan hem nog steeds wel heel graag maken, maar ja. Ik vind het ook zo moeilijk inschatten hoeveel ik nou precies nodig heb. Ik ben dit. Oh. Af en toe dan is hij een beetje raar. Ik heb even een stukje spitten geweest. Ik ben er geen fan van om te spitten, maar dit is zo aangeplakt allemaal. Dus ik haal eerst dat onkruid eruit, met worteltje en al zoveel mogelijk. Even een beetje omspitten. Niet heel diep, maar gewoon even het bovenste laagje een beetje losmaken. En hier wil ik straks al die bloemen neer gaan zetten. Een beetje losse grond in het begin is wel mooi. Wel zwaar. Ja, ik kan toch merken dat ik een paar weken niet lekker ben geweest. Dit soort dingen, dat is dan toch wel een beetje... Nee, elke dag een stukje, hoe kom ik er ook wel? Hey, ben dit. Ja, als het mooi weer blijft, mag je even naar al even. He? Ja. Ik had afgelopen vrijdag bij de winkel een hoge drukspuit gekocht.
Die hadden ze in aanbieding. Dat stukje heb ik gedaan vandaag. Ik kan wel verschil zien hoor. En de buurvrouw die kwam nog langs, overbuurvrouw. En die bracht nog een vlinderstruik. Ik heb hem even goed water gegeven. En daar nog eentje. Mocht ik ook nog meenemen. Zo, ook hier heb ik een klein stukje gedaan. Ja, dat lijkt meteen een stuk mooier. Is er nog een beetje peterselie daar? Goedemorgen. Het is woensdag 20 maart. Ik werd gisteren gebeld. Door, even een lampje maken. Door mijn ex-schoonmoeder. Ja. Als ze de jongens belt, nou, dat is mij nog wel eens even spreken zo. Ja. Ze is heel lief. Maar ze belde mij. Ze zei van, ja, we hebben vandaag aardbeienplantjes gekocht. En dat was hartstikke duur, dus we hebben er niet zo heel veel. 10 of zo hadden ze er gekocht. Van in de moestuin. En toen ineens, zei mijn ex van, ja, maar joh, weet er ook heel veel. Dan had ik ze natuurlijk vorig jaar ook al uitgedund. Maar ik heb erachteraan heb ik nog heel veel van die kleine stekjes staan. Dus ik dacht, die heb ik inderdaad nog. Dus toen vroeg ze of ze daar wat van mocht hebben. Dus die ga ik even in een potje zetten. En als ze dan een keer, als jongens daar een keer in gaan, of mijn oom en tante die komen, zouden nog een keer komen. Nou, daar kunnen ze zo mee. Dus ik heb een stapel potjes gezet. En dan zal ik dat eerst even doen. En dan vergeet ik dat weer. En dan kunnen ze ook even een beetje nog een potje gaan. Ik hou de verdrukking daar. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Oeps. Daar zitten ze dus tussen. Nou ja, ik ga maar even kijken of ik er wat tussenuit kan halen. Oh, spinnenwebben hier ook. Gaat zien, Barry. Ja, dat krijg je nou ook weer, hè. Even kijken. Misschien moet ik even de hark ophalen. Dan kan ik eerst even een beetje de rommel eraf harken. Oh, wacht, zo gaat het ook. Nou, ik zal eens kijken. Er staan genoeg stekjes in ieder geval. Ja, dat kunnen we er wel wat uithalen. Ja, daar is de eerste al. Hoppakee. Ja, dat wordt wel wat. Ik heb 20 stekjes. Ik denk dat dat toch wel genoeg zal zijn. Ze maken vanzelf weer nieuwe stekjes, dus dat komt wel goed. Oh, dat is een dekens. Even kijken, die moet even apart aan mij. Doe er twee bij elkaar in. Oh, het zijn er eigenlijk al twee. Nou ja. Want anders ben ik straks allemaal potjes kwijt. Ik denk dat ik er al een paar moet hebben voor mijn zaadjes straks. Nou ja, ik ga ervan uit dat het niet al te lang duurt voordat ze ophalen. Of dat de jongens daar weer een keer heen gaan, of iets. Oh, Yakiba. Daar komt iets uit de grond. Kijk eens wat een dikke. Dat zal een koningin zijn, denk ik toch? Jemig. Oeh, enge wesp. Gauw mijn spul weghalen hier. Ja, gauw wegwezen. Ik denk dat ik me wakker gemaakt heb door mijn gevoet in de grond hier. Oh, 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 oh. Zo. Doe nog even een remmetje. Oh, voorzichtig. Motplantjes. Hoe ga ik die nou doen? En dan had ik ook nog mijn kleine schepje. Zo. Nou, beest. Succes. Nou.
Zo. Even kijken waar ik ze nou in moet zetten. Dat mag wel niet doen. Niet op de grond, denk ik. Nee, niet dat dat een goed idee is. Dan kom je er allemaal stakken in. Even kijken. Ik denk dat ik hier een plekje kan maken. Nou, daar staan ze. Als het nou regent, dan kan het overtollige water makkelijk weg. Het staat lekker hoog. Komen er niet zomaar slakken bij. Ja, zo kan het. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in een volgende vlog. Thank you.